Ik stuur terug gewoon van, nou heb ik al dacht ik hè. Maar u was toch een Minecraft computer voor je zoon aan het zoeken? Een Q8-300. Jongens. Dan zijn jullie toch mee bezig hè. Vooral die mensen op marktplaatsen, dat is echt gewoon niet meer normaal. Ze willen dit allemaal voor kei weinig. En jongens, ik weet het. Het is crisistijd in Nederland, maar dat kan gewoon niet. Jongens, zoals ik al zei in de vorige marktplaatsvideo, er kwam een deel 2. Nou, tada, deel 2 is er jongens. Als je deel 1 niet hebt gezien, daarboven staat hij, dus klik hem maar op, weet je wel. Jullie weten vast nog wel deze Turk. Die vroeg, ik weet hoe ik het wilde verkopen, die van 200 euro, die ik vorige ook al vertelde. Want hier mis het ding om 1000 euro. En daar waren we gebleven. Dus jongens, toen kwam er als volgende de beste bubske. Ik heb een vraag over te kopen. Gaming setup plus een game PC. Totaalprijs. Met vriendelijke groet Joey LWD. Dus ik stuur terug. Beste, er is al 1350 geboden. Voor minder dan dat gaat hem helaas niet lukken. De totaalprijs alle onderdelen zijn te koop. Microfoon, arm, etc. is 1441 euro. Ik heb alles nageteld. Ik zoals je kunt zien, ik heb alles precies... nageteld en toen kwam ik uit de 440 euro, dus ik lul niet uit mijn nek. Zonder de kabels en een bureau, etc. De precies oude 3 maanden onderdelen zijn nog gloednieuw. Voor elkaar had ik een vriendelijke prijs van 16,50. Ik dacht, het klinkt veel, is het ook, maar valt redelijk mee voor alle prijsspullen. Toen stuurde hij dus terug, is het ook apart komen voor een microfoon, draagarm, etc. Ik stuur terug, alles in één keer. Ik dacht van witte. We maken het alles moeilijk. Toen zei ik zo van, is goed spul, dat weet u. Want u weet je weer netjes. Kan eventueel wel de precies, maar dan moet de rest alles in inkomen. Ik stuur terug nog interesse, hij heeft het niet gelezen, dus weet het, vlieg maar op. De volgende. Dat was deze. Aan welke prijs dacht u? Ik zei van 600 euro de vorige keer, nog interesse? Nee dankjewel, dus vlieg ook maar op, weet je wel. Toen kwam er iemand, jongen. Dat is echt niet normaal. Beste Bubske, ik heb een vraag over te kopen gaming setup plus game PC. Wat zou je voor redden en wat is dat nu het hoogste bod? Het hoogste bod kan je sowieso altijd zien, dus ik snap niet waarom die dat vraagt. En wat ik ervoor zou willen, het hoogste bod is 1350 en we willen rond de 1550 voor. Al iets lager, maar heeft het niet gelezen, dus stuur even terug nog interesse. Zo. Gekregen hem, jongen. Jongens, part 1 was net 2 uur online, om het zo maar te zeggen. Toen bood er iemand 2000 euro. Ik dacht van, witte, dat is een van jullie, maar ik heb nog geen reactie. Of ja, hij heeft hem negeerd. Dus ik stuur terug, beste Korn. Biedt u echt 2000 of meent u dit niet serieus? Ik denk heel eerlijk gezegd dat het een van jullie was, maar ik weet niet zeker. Hier, hoppa. Kijk, ik kan de kant. Toen ook alweer had, vroeg er iemand de beste bubsje. Ik heb een vraag over te kopen gaming setup plus game PC. Kan ik de videokaart 100 euro kopen? En we zien, 1050, 2 gigabyte. Best nieuw, 3 maanden oud, 100 euro, gaat hem niet warm. Dus ik zit terug, beste, alles of niks. Sorry maar, ik ga geen halve dingen verkopen, want dan kan ik de rest niet meer verkopen. Of ja, daar kwam het op neer, want als je één ding verkoopt, kan je de rest... niet meer goed verkopen, snap je? Dus ja, dus vandaar. En oh ja, we hadden toen kwamen, dit was echt geniaal. Ik heb, zoals ik net heb gezegd, een ander marktplaats account. En daar heb ik een andere computer te koop staan. Gewoon iets minder goed als deze, of ja, heel veel minder goed. En die heb ik daar te koop staan. 60 euro wilde ik eerst. En er was ook een Ronald die heel erg geïnteresseerd was. Dus ik zag dit vanmorgen en ik dacht van gast. Nou heb ik hem. Hij had toen op die andere computer gereageerd, voor 60 euro wilde ik ervoor, en dan vond hij te veel. De computer was voor zijn zoon van Minecraft, en dan moesten twee beeldschermen op kunnen. Dus ik stuur hier gewoon terug naar deze aftuinzame rond de 1600. Het is al 1350 geboden. Hij stuurt terug, dank je, ik hou het in gedachten, mijn vriendelijke groet Ronald. Ik stuur terug gewoon van, nou heb ik hem, dacht ik hè. Maar u was toch een Minecraft computer voor je zoon aan het zoeken? Een Q8-300. Dat is dan de processor van de computer. En 60 euro was te duur. Oh, en toen kreeg hij het, jongen. Zij stuurt terug. Hoe weet jij dat nou? Er was toch iemand in Sint-Oederode? Ik weet niet hoe die erbij komt. Sint-Tunis was dat, maar oké. Okay. Ik heb er helemaal geen verstand van. Ik wilde de...
de advertentie eerst laten zien aan een bekende, maar die kreeg ik eigenlijk niet te pakken. Maar nou heb ik de ADV advertentie niet meer gevonden. Maar vertel, hoe weet jij dat? Familie of zo. Dus ik stuur terug en ik zei natuurlijk niet dat dat ook van mij is, maar ik stuur het een beetje op een andere manier. De computer is van mij, staat momenteel bij een vriend. En die verkoopt het mijn marktplaats, zodoende. Heeft ze terug, kun je de link naar een advertentie geven? En dus ik stuur die link. Dat is deze computer. Q830, weet je wel. Het is eigenlijk zo dom, want dit is voor mijn bureau, staat ook op een andere foto, maar gast, oké, hier. 50 euro als iemand de mail, weet je, ik kan komen afhalen. Maar het mooiste, dit advertentie staat pas sinds zaterdagmiddag op de 18e sinds 3:30. En het mooiste is, hij is al 561 keer bekeken en 16 keer bewaard. En ik ben geen marktplaats kennen, maar 561 keer bekeken en even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. 4 dagen is best veel. Staat 2000 euro is geboren, hier voor 30-50 en als de volgende keer. Ja, dat is niet allemaal hetzelfde. En nogmaals, als je pad in je hebt gezien, daarboven staat iets, klik hem maar op. En ja, jongens, dit was de laatste part van al deze parts, zeg maar. En ik ga hem sowieso niet verkopen, dat is één ding wat zeker is. Ik wil alleen kijken of er geïnteresseerden waren en een beetje op een grappige manier die mensen kon benaderen, weet je wel. Wie die 2000 euro heeft geboden, even onder in de reactie neerzetten. Want gast, ik mag je wel. Jongens, bedankt voor het kijken. En check jullie gewoon bij de volgende keer. Misschien vindt iedereen het niet heel erg interessant of leuk. Maar ik heb momenteel stage. Dat is vrijdag afgelopen, dus ik ben een beetje moe. Ik weet niet of je het kan zien, maar ja, ik ben een beetje moe. Dus jongens, volgende week al zeker video's. Overnacht in Duck de Tent. Binnenkort, dus jongens. Later.